Dokter. Neem me niet kwalijk, ik wil me nergens mee bemoeien, maar... het is mij opgevallen dat veel arbeiders in de parochie ziek zijn. Dat kan u toch niet ontgaan zijn? Als er iets is, beschouw mij als uw vriend. En niet als de priester waarin u niet gelooft. Loes? Sst, Alice slaapt. Is Treesje er? Nee, waarom? Kom eens mee. Je weet van Brenners arbeiders, hè? Ja. Iets drinken? Nee. Is je nooit opgevallen dat ik daar eigenlijk nooit iets... aan gedaan hebben. Maar je hebt toch met Brenner gepraat? Nee, ik hoef niet. Ja. Ik moet je iets vertellen. Je kent Rut Oldenzaal. Dokter Oldenzaal, ja. Ja, Rut. Zeg maar niks meer. Rozemarieke wil de kind terug. Nee, nee, dat is het niet. Het is iets met haar zelf. En wat is er dan met haar? Ze is zwanger. Oh, ik wist niet dat ze getrouwd was. Nee, daar gaat het ook niet om. Dat is het hem nou juist. Ik ben met haar naar bed geweest. En nu is ze zwanger. Luister nou, ik had het je veel eerder willen vertellen, echt. Je was in Utrecht, je was met die test, ik kon het je niet zien. Je maakt Alice wakker. Maar, wat ga je nou doen? Neem de auto, ik zorg dat je morgen terugkrijgt. Doe niet zo, idioot! Loes, luister. Waar ga je nou heen?
Kijk wat ik voor Alicia gevonden heb. Kijk, vader. Jouw doopjurkje, Louise. Lief, hè? Laat je haar niet dopen. Heeft die jongen jou zo ver gekregen? Mam, dat heeft er toch niks mee te maken? Je kunt hier gewoon op je oude kamer komen. Deze. En de kamer daarnaast, die richten we wel in voor Alicia. Yes, Milan. Jij... Hoerenloper! Nom de tu! Tot spoedig, dokter Vermors. AMC! En waar zit je nu? En Alice? Hier staat de toekomstige staatssecretaris van Volksgezondheid. Ja. Den Haag, lieve schat. Zie je me al staan op het Binnenhof? Oh, Loes, ik bel je zo terug. Kom even zitten. Waar heb je het over? Rost. Rost van Tonningen, de man die we nodig hebben. Hè? De man die mij nodig heeft. Ah, Alicia. Eindelijk weg uit dat benauwde burgerlijke wereldje. Je snapt het niet, hè? Die man heeft briljante plannen. Briljant. Vriendschap met de Duitsers... En een regering met deskundigen. Deskundigen. Niet van die seniele oude zakken. En jij bent zo'n deskundige. Zou je Anton moeten zien kijken. Doe nou, jij bent toch helemaal geen politicus? Wat nou, doe nou. Het interesseert je geen malle moer, hè? En wat doe jij dan wel? Een beetje op je kont zitten? Met prutsen aan die pokkenschilderijtjes en maar denken dat je Rembrandt bent? Heil Hitler. Wat? Dat is het enige waar jij nog naar luistert. Loes en Anton zijn uit elkaar. Alice?